moeten we zijn. Kijk. Wat denk jij hier? Niet in hoor. Kijk, hallo. We hebben geen lavanden. Grote zus met een nieuwe. Dat bedoel ik. Een hele goeie. Wow. Welkom weer in deze nieuwe vlog. Wij zijn de Bellinga's familievloggers. En wij gaan vandaag weer een dagje erop uit. Want wij zijn uitgenodigd door het Hof van Saxe. Want ze gaan daar vandaag een nieuwe waterglijbaan openen. En die mogen we gaan testen vandaag. Superleuk. Daar hebben we wel zin in, jongens. Ja. Kom jongens, naar het Hof van Saxe. In het Nooit Gedacht, hoe heet het weer? Nooit gedacht. Ondertussen zitten we in de auto, in het bussie. En zijn we op weg naar, naar de glijbanen. We zijn bij Hof van Saxe voor de allereerste keer geweest. Zagen we vanochtend nog op YouTube. 6 jaar geleden waren we daar voor de allereerste keer. En toen was ik net zwanger van Luxie. Die zat toen nog in mijn buik. En we zijn ook een keer 4 jaar geleden daar geweest. Toen was Luxie net geboren. Nou, het was al ietsjes groter, maar... grote baby, zoals Lucius misschien nu al is, denk ik. Iets kleiner. Iets kleiner, anderhalf was het, denk ik. En toen hadden ze ook een nieuwe glijbaan. Weet je, toen was die trechter. Die hele grote trechter die ze bij Hof van Saxe hadden, die hebben ze 4 jaar geleden geopend. En daar waren we ook bij. En nu hebben ze dus weer een nieuwe glijbaan, jongens. En vroegen ze weer, vinden jullie het leuk om naar onze opening te komen? Nou, superleuk natuurlijk om zo ook te zien wat voor een vette glijbaan er nu... een mooie glijbaan er nu weer bij staat. Dus voor dat opzicht is het weer een hele lekkere glijbanen zwemvideo vandaag. En we gaan kijken. We weten zelf niet precies wat voor glijbaan het is. Dat is natuurlijk al nog een beetje in the secret. Dat gaan we straks ontdekken. En we gaan hem voor jullie testen. Oh, kijk, van een leuke vrachtwagen. Zag je? Ik weet niet of je hem zag, maar het ging een beetje snel. Kun je het nog herinneren, Sil, dat we hier waren? Bij een klein beetje, maar... klein beetje, hè? Vlogje. Jij weet het van het vlogje, hè? We hebben vanochtend de video's nog gekeken van Hof van Saxe. Ja. En Lucius was er helemaal nog niet bij, jongen. Volgens mij heette dat Nooit Genoeg. Of Nooit Gedacht. Zoiets. Heel, heel grappige naam. Kan ik me nog, dat hoorde ik vanochtend op de vlog. Was ze? Nooit Genoeg? Golden. Nee, Nooit Gedacht. Dat zei je toen vanochtend in de video. Oh ja, kijk. Ja, hoe heette het? Nooit Gedacht. Nooit Gedacht. Ja, en van waar kom je vandaan? Ja, ik woon in Nooit Gedacht. Oh, dat had ik nou nooit gedacht. Ben je aan het zingen, jongen? Ah, dat is schattig. Ze laten voor de wind. Dag is aan het leren. Dag is dag is dag is kinderen van me. Een mondje, ja. Het is een gezichtje dan. Ondertussen zijn wij aangekomen. En gaan we eerst even aan de buitenkant kijken van de glijbaan. Want die kun je in de verte daar al zien. Lucius die zegt alleen maar Bollo. Ja, Bollo jongen. Goed? Bollo. Ja, Bollo. Dan kan je dus gewoon de glijbanen vanaf de buitenkant zien. Ziet er echt heel vet uit. Echt heel vet. Die grote trechter, die is dus 4 jaar geleden voor het eerst geopend. En zijn papa en mama met z'n tweeën toen afgegaan, weet je dat ja, wel? Ja, maar dat was ook de grootste trechter van heel Nederland. Mochten er nog niet vanaf, want ze waren nog te klein. Kijk jongens, hier is het. Hier moeten we zijn. Nou Geert, we kunnen het toch niet even laten bij het hek te kijken, maar wie weet dan welke de nieuwe is? Ja, ik denk die. Die. Ja, nou ik denk, hey Lu, ik denk deze buitenste. Wat zie je dat? Die glimt heel erg. Gaan we naar binnen toe. Kunnen jullie dit nog herinneren? Oh ja, ik heb een Luan en Lucilla kunnen dit nog denk ik wel herinneren. Ja, dit zag er heel chic uit met heel allemaal trappen. Ja. Ja, dit ziet er ook wel leuk uit. Daarachter heb ik dat een heel grote plas. Ja. Waar je kan zwemmen. Hier hebben jullie heel veel gespeeld hoor, daar. Mooi hè? Heel mooi. Weet je dat weer? Ja. Ja. Echt van die... Mama! Ja, eentjes hè? Papa! Eentjes. Mama!
Maar het we gaan dus is nu niet zo lekker weer. Nee, het is herfst. Heel koud. Kom, we gaan lekker naar binnen toe. Zag je nog een keer een heel groot eend? Ja, ja, we zagen een keer een hele grote eend. Wow. En heel dik. Ja, dat was op vakantie. Ja, dat klopt. En nu gaan we hier naar binnen toe. Kijk. Ja. Ja, hè? Kijk, dat is mooi. Ontvangstgenodigde staat er. Ja, ja, dat herken je nog wel, hè? Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, we hebben een bandje gekregen. En dan gaan we hier naar binnen toe. Wat drinken? Limonade? Ja, jullie ook? Jij ook? Jij ook? Ja. Hallo. Limonade of... Ja hoor, dat ja. Mag. Ja. Of vier limonade? Ja. Nou, krijg ik zo meteen wat drinken. Ja. Hun herinneringen worden weer geprikkeld, jongens. Ze herinneren het weer. Ja. Mooi, liefie. Kijk eens, we hebben een plekje gevonden. Hier nou, waar we net al zitten, zijn bakjes. Mogen jullie ook? Oeh, lekker. Ach, kijk die limonade. Lusjes, kijk eens wat een leuke limonade. Kom. Met spikkeltjes. Mag ik die spikkeltjes ook opeten? Ik denk wel dat je die kan opeten. Die zijn wel eetbaar, denk ik. Die zijn wel eetbaar. Hm? Is dit lekker, jongen? Dat kan je eten, hè? Spikkeltjes. Ja, vind je dat lekker? Mama, ja. Spikkeltjes in mijn limonade gevallen. Hij gaat zijn kopje eten. Oeh. Nee. Ja, ei of zo. Lekker nu. Ook allemaal schilderijen, hè? Ja, leuk, hè? Er staat ook een bedrag bij. En van wie het is. Ja, dat is kunst, jongen. En gemaakt kunst aan de muur. Er staat 57. Ja. Is elk schilderij een verhaal? Mm, ja, ik denk het wel, ja. 47. Ja. Ja. Dat kan Tante Iris ook maken, hè? Wow. Dat is ook kunstenares. Ja. Dankjewel. Jullie hebben natuurlijk net ontbeten, of niet? Dankjewel. Ja. Dus jullie hebben geen zin in gebak? Natuurlijk. Oh. Toch? Nee. Hoeveel gebakjes moet ik halen dan? Voor iedereen? Voor de kleine. Ja. Ja. Of loop je even met me mee? Ja, nee, dat kan niet heel goed. Ja, we lopen maar allemaal even mee. Kom maar met een mooie curve laten bij. Kijk eens. Helemaal voor jou. Wauw. Zoek je nog een baantje of niet? Nou, dat zou dit best wel willen volgens mij, hè? Dit vindt hij heel leuk. Ja? Ik kan ook kapot slaan, dan kun je zo wel weten. Oh, oké, lekker. Ja, voor de. Ja, leuk. Dag, dametje. Hallo. Hallo. Is het nog niet daar? Ja, dat is denk ik. Ja, hij zei je kunt het afhalen. Oh, dat is het. Chocola. Oh, kijk, want in de nieuwe glijbaan, daar heb je allemaal sterretjes. En dit zijn de sterretjes van de nieuwe glijbaan. Oh, wat leuk. En dit is ook op te eten. Oh, wat leuk. Kijk dan jongens. Dus dit is hoe de nieuwe glijbaan aan de binnenkant eruit ziet. Precies. Mooi. Wat leuk gedaan, ja. Lekker. Hey, je kan het opeten. Lekker opeten. Yes, lekker. Nee, lekker jongen. Nee. Lekker taartje. Misschien kun je dus de glijbaan straks ook wel opeten aan de binnenkant. Nee, dat lijkt me niet heel handig. Gezellig jongens. Lekker Luxie. Ja, oeh. Kijk, een chocolade-ei. Mooi, hoor. Kijk, nou zit er een opening in. Ja, leuk. Lekker, gemakkelijk. Kijk, jullie openingen. De kinderen die zijn aan het spelen. Ik heb ook van die balletjes en mijn theekopjes in. Van deze limonade. Kijk, deze balletjes limonade. Is wel heel lekker, hoor. Dat vind ik wel leuk. Maar zijn ze alweer aan het spelen met het internet? Ze zijn met de Lego blokjes aan het spelen. Ja, maar ja, we hebben dus eerst een lekker gebakje gekregen. Zometeen gaan ze een soort opening doen. Dan gaan ze wat meer vertellen over de glijbaan. Het is een soort galaxy glijbaan waar je in komt. Een trechter. Nee, die bol heb ik net opgegeten. Die chocolade, ja. Maar je komt in een soort trechter, zei ze. En dan heb je een glijbaan die echt uit heel veel sterretjes bestaat. Sterren Galaxy. Een 120 meter lange glijbaan, ja, een Sterren Galaxy.
Met heel veel lampjes erin. En dat is wat we vandaag gaan zien. We gaan vandaag naar de ruimte, jongen. Hè? Ja, nu al iemand mee. In de sterrengalaxy. Het is een galaxy glijbaan. Heel benieuwd. Nou, maar wat is een galaxy nou precies? De ruimte, de heelal. Het heelal. Galaxy is een sterrenstelsel. Heelal. Het heelal, de sterretjes, de planeten. Ah. Noem het, Melkweg. Galaxy, zo noem je dat, een galaxy, zeg maar. Maar je hebt ook de Samsung Galaxy. Ja, die heb je ook. Ja, ja, maar dat is gewoon eigenlijk de ruimtenaam. Ja, de potjes En deze glijbaan is dus ook zo. Net zoals Steus, ik heb het al een beetje stapelen. Ja, ik zag het al. Ik doe net zoals Steus al een beetje stapelen. Dat scheelt weer. Dat doet hij dat thuis wel, of niet? Ja, oké. Hij doet ja, okay. Ja, echt afwas, ja. Dat is een taakverdeling, hè? Ja. Ik hoor ook wel eens mannen en dan kijken de vrouwen. Ik zet het op tafel en hij haalt het van de tafel af. Oh, kijk. Dat is onze tafel automatisch al, dat is makkelijk. En ik heb ook hekel aan als er dat op aanrecht staat. Ja, dat is of in de pak, of mensen zetten het in onder het kastje. Vreselijk. Ja. Ik doe het gelijk, ik spoel het om, zet het in de vaatwasser. Ja. Ja. En dan is hij eigenlijk nog maar half vol, dan denk ik van. Het moet schoon. Ja. Ik denk, ik heb een klik met Peter, maar dan is ja, dat ook wel. Dat denk ik wel. Ga je nog zwemmen vandaag of niet? Ja, zeker. Mooi. Blijf hem nou testen. Ja, mag je op alle glijbanen al of niet? Ja. Oh, super. Ja. Hij is 1,60 meter. Nee, dat niet. 1,40. Dat zou hij willen. 1,40. Oh. Dus, leuk. Ben je hier wat vaker geweest? Ja, ja, ja. Oh, dus je weet het allemaal wel. Ja, maar dat is wel even geleden. Dat was 2019. Oh. Met de vorige opening. Oh. Met ja. Ja, ja. Toen mocht je er niet aan. Nee, toen mocht je er toen nog niet. Toen mocht ik er nog niet in. Nee. Dus dan mag je overal in. Ja. Dus dat wordt feest van het weekend. Ja. Ja. Dat ben je spannend nog niet. Ja. Ja, wat mooi man. Super, nou veel plezier hè. Dankjewel. Ja, mag ik dan ook in de grote trechter? Ja, denk ik wel. Denk het wel. Ja, dit is met een, je hebt ook een hele grote trechter. Mag ik met 4 mensen in 1 band? Ik vind het wel een beetje spannend. Ik weet niet of wij dat kunnen, want we zijn natuurlijk niet met z'n vieren. Want die andere twee kunnen niet zonder papa en mama blijven. Maar je kunt wel met z'n tweeën. Of met andere. Je hebt ook een trechter, een glijbaan met meerdere trechters. Die maar die zijn geopend. En dan heb je een tweeband. Dat is een tweeband. Hm? Was dat toen de opening? Ik dacht dat de opening was van die hele grote trechter. Ja, ja, maar er zit nee. Er waren twee glijbanen. De trechter was eerst, toen was de lange glijbaan en nu weer. Dus een derde. Ja, ze hebben iedere keer. Hier hebben ze echt iedere keer nieuwe glijbaan. In 3 jaar met een nieuwe glijbaan. Nou houden ze ook echt gewoon een open. Ja, leuk. Met genodigd. Ja, leuk toch? Ja, dat is nu weer. Ja, in de sterrengalaxy. Het is zo chic. Ja, iemand vindt het zo chic. En hij liep de wc in en ik hoorde jou zeggen, oh, wat is het chic. Nee, de wc in? Ja. Ja, en dan, kijk, weet je. Ja, dat gaat niet overlopen. Allemaal. Deze wand, er is een blokjes van. Ja, plakken maar op te noemen. Kijk, een blokje kun je zo. En dan zit hij op. Hm? Mama. Ja. Ja, Lucilla gaat hem aanmaken. Heel mooi. Natuurlijk ook jullie. Oh, papa moest nog even de zwemspullen pakken. Die stonden nog in de auto. Let's go. Ja, let's go. Zo, nou, we gaan met de lift naar beneden toe. Knopje naar beneden. Min 1. Min 1, ja. Goed zo. Hier is even voor jou. Hou je even vast. Die valt van de kinderwagen af. Zo. Met Barbie. Oh, je Barbie. Je moet ook de zwembak aan, hè, Luxie? Ja. Ze wilde de Barbie ook mee. En een zwembak. Ja. Ja, hier moet ze naartoe. Gaat Luxie ook zwemmen? Hé? Gaat Luxie ook zwemmen? En Luxie heeft de zwembarbie mee. Oké? Okay. Ja. Ik heb ook een beertje meegenomen. Ja, ik zie het, ja. En heeft jouw Barbie een zwempak aan? Ja? Waar is het zwempak voor je Barbie? Dat is het zwempak van mijn Barbie. Nou, dat kan die ook van de glijbaan. Een nieuwe GoPro, maar voor veiligheid. Kijk, mag ik die van jullie even lenen? Die kun je zo opnemen en dan kun je hem naar ons richten. Naar voren richten. Gaan we hier naar binnen toe? Ja. Heb jij ook muntjes nodig, pap? Voor de... Nee, we hebben muntjes. We hebben muntjes gekregen. Nou, kijk, niks lijkt wat het niets is voor de lijkstater. Nou, super. Ja, top. Nou, jullie kunnen met z'n tweeën wel. Ga ik hier met de kleintjes. Kom maar, jongens. Gaan we even omkleden. Dankjewel. Nou, mensen, dan gaan we omkleden. Kom maar, die kan niet. Ja, daar. Jawel, die kan maar. Tot, kijk. Zo, op twee. Het is wel zover. Oh, heb ik de spullen niet. Ik moet wel een bikini hebben. Daan. Je moet wel een bikini hebben, ja.
Ik heb voor Luxie en voor Lucius dezelfde zwempakjes aan. Super handig. Lucius past deze ook wel echt wel goed. Heeft ook heel veel meer geschommen bij ons in het zwembad. En deze voor Luxie. Dan hoeven ze geen heel zwemding om. Die vind je leuk, hè? Ja, die is voor jou. Gaan we deze even aan doen, ja? En even de bikini aan doen. En dan gaan we van de glijbaan. Ja, althans. Ik ga met de kinderen van de glijbaan. En Daniel blijft bij de jongens op twee. Tada. Kijk, we zijn ook lekker klaar. Alles in een hokje. Ben je er klaar voor, kerel? Ja. Ja? Waar is Luxie nou? Luxie? Waar is Luxie gebleven? Ja, oh, kijk jij hier. Heb jij een klein huisje gevonden? Luxie, heb je Luxie gezien? Nee. Huh, is ze hier? Nee. Zit ze misschien hier? Hé, hey, je past er nog precies in. Ah, jij past er niet meer in, Sil. Je bent er veel te groot voor. Ze past er nog net in. En jij ook. En Luusje is helemaal makkelijk. Hallo Luusje. Nou, Luusje heeft een super vet bingo. Heel leuk, Luus. Ik wil het zeggen, zo kun je jezelf filmen als je eraf gaat. Ja. En dan kun je hem ook omdraaien in het volgende shot. Hey, doe je tenen ziet. Ja, je moet ook omdraaien. Weet je waar Luusje is? Weet je waar Luusje is? Oh, daar is hij weer. Ga je mee, jongen? Ga je zwemmen? Nou, de kleren zitten in de neus. We gaan. Gaan we die kant op. Ja, nou dit is dus onze GoPro op het dingetje van hier. Oh ja, ik ken het weer. Ja, dan ken je het weer. Waterbad. Ja, leuk jongen. Kijk, daar heb je een groot bad. En hier heb je wildwaterbaan. En daar heb je een bad. Mooi hè? Maar we gaan nou naar de glijbaan. Gaan jullie mee? Zo, dan gaan we hierheen. Want achter dat scherm, daar wordt de glijbaan onthuld. Kijk, hier kun je het even goed van de buitenkant zien. Zo ziet het er dus vanaf de buitenkant uit. Met alle glijbanen. Kom maar. Zo doen. Ja, dankjewel. Dus ze zijn allemaal onder de 120 meter, hè, Luan en Lucilla? Dus jullie mogen er vanaf. Kijk, hier zijn de glijbanen. Helemaal. Kom je kijken? Dus is nog iets te klein. Weet je welke het is? De gele band. De gele band, oké. Okay. Dat is toch een band? Ja, die twee. Het is een tweepersoons gele band die je moet hebben voor deze glijbaan. Moet samen met mama gaan. Ja, dat is goed. Doen we het even afwisselen, ja? Je moet er nog wat groeien, hè? Blijven jullie even bij Jeanette? Ik ga even kijken bij... Ja hoor. Nu wel zitten. Blijven even bij Jeanette. Kijk. Oh ja, ik moet iets meer naar jou toe. Oh, mooi hoor. Mooi. Hey. Vanuit mama's onderkin. Hey. Kijk, hallo. Daar de gele band aan. Veel plezier, hè? Ze gaan hem beleven. De Supito. Nou, veel plezier, hè? Wat zijn nou, hè? Ik vind het spannend. Dus ze zeiden dat het donker is en allemaal sterretjes. Ja. En dat hij best wel lang is ook, hè? Ja, best wel lang. En als het in het donker is, dan zie je ook niet wat er aankomt. Nee. Dus dat vind ik ook wel een beetje spannend. Dat is allemaal een beetje spannend. Ja. En Lucilla mag er gewoon vanaf. Dus ze is helemaal blij dat ze van alle glijbanen mag. Het vlogt een beetje gek als ik zo naar beneden kijk, jongens. Maar goed. Lucie willen heel graag mee. Ja. Hey, maar jullie moeten nog wat groeien. Dat heeft vroeger ook gehad, hè? We kunnen daar zien, Luan. Of ze aan de beurt zijn, hè? Zie je mama al staan? Dit is de glijbaan. Wij gaan het vanaf, Sil?
Hoe was die? Mooi? Ja. Oh, dan gaat Luan mee. Doei Luan. Nee, je komt dus in zo'n grote schaal terecht, zo'n grote pan. En wij bleven maar rondjes draaien in die schaal. Dus we gingen niet door dat gat heen. Luan is nou mee. Maar weet je wat ik dan altijd zo eng vind? Nou? Ik denk dan van, oh, maar als er niet nog één door die pan. Als er nog één aankomt, ja, dat is wel een lange tijd hoor. Ik denk dat er wel camera's zitten. Ja. Jongens, zo ziet het er bovenuit. Kijk, hier heb je dus alle glijbanen. En we gaan van deze. Ja, klopt hier, jongen. Die gaan we ook doen. Die gaan we ook doen. En man, dat is de enge Tristo. Ja. Presto. Kijk, dat is deze. Even kijken. Oeh. Oh. Hier is mama af geweest, Lu. Oh nee, daar ga ik niet van af. Wat zeg je ze daar? Zie je ze? Ik vind het wel een beetje spannend van jullie verhaal of zo. Van mij nu wel te wachten staan. We gaan de galaxy in, jongens. We gaan door de ruimte met de glijbaan. Super vet. Ja, het was echt wel vet. Nu ga ik weer met Lucilla. En nu gaat Lucilla voor in de band zitten. Ja. Net zat ik voor en dan mag jij voor. Ja. Goed. En we gaan nu voor jullie filmen hoe de glijbaan eruit ziet vanaf ons beoogpunt. Hoe je de glijbaan ziet, zeg maar. Heel gek dat touw zo om mijn lichaam. Maar goed. Ja, jullie zijn even de ogen van ons. We gaan glijden. Nou, van mama. Van mama, want ik kijk naar jou. Hij was echt heel leuk. En met Luan ging ik dus achteruit. En het was weer heel anders dan dat ik met jou ging. Wij gingen bijna achteruit, maar we gingen wel heel vaak rondjes. Rondjes. Wij gingen heel veel rondjes draaien en met Luan ging ik achteruit. Ging je in één keer met Luan erin? Nee, joh, een paar rondjes, maar niet zoveel als met jou. Nu goed gaat. Maar ik vind het ook wel leuk. Ik vind het ook wel leuk om even achteruit te ervaren. Wel, hè? Zo, dan komen we hier. Kijk, we hoeven niet te wachten. Dan gaan we nog een keer. Nou, net gingen we achteruit hoor, doorheen. Ja, en we gaan heel veel rondjes draaien. Mag jij nou voorzitten? Goed? Nou, Lu, dan gaan we nog een keer. En dan gaan we van, mag jij voorzitten? Ja. Goed?
Hij ging net met Sil wel weer heel hard hoor. Ja. Nou, we zijn weer boven. We gaan weer naar deze toe. Was dus een mythologetjes? Ja? Nooit zo'n glijbaan gezien, echt. Ah, super. Ja, jullie mogen nu met z'n drieën ook van de bombo. Ik blijf hier met de kleintjes. Veel plezier! Nou, kinderen, we moeten wel een hele grote band naar boven tillen met z'n allen. Nee, ze hebben dit nog nooit. Luan en Lucilla, oh. Lekker aan het vloggen zo, nou. Oké, okay, met onderkin, maar maakt niet uit. Luan en Lucilla hebben nog nooit in zo'n bandglijbaan gezeten. Dit is de eerste keer dat ze dat mogen, aangezien hun lengte. En ook voor Lucilla is dit de eerste keer. Dus dat wordt een heel spektakel, zie je? De bongo. En dan ga je door een hele grote trechter. Met zo'n band. Maar eerst maar eens even zien hier naar boven te komen. Met dit grote gewaad hier. Zo, mama hoeft niet meer naar de sportschool van de week. Jullie ook niet. Nee, dat doe ik ook nooit, dat klopt al. Betrapt. Zitten jullie in deze band? Mooi hè. Hé, hey, weet je, Luxie, nog eventjes. Hé, hey, Lucius, dan zijn jullie ook 1,20 meter, hè? Dan kunnen jullie er ook af, hoor. Nog even, gewoon een paar jaartjes wachten. Ja. Jullie op dat scherm. Ja, ik hoor jullie gillen op dat scherm. Nou jongens, wij zijn weer boven voor het tweede rondje.
zijn ze. Ja, daar zijn ze. Was die mooi? Ja. Hoe was die? Was die mooi? Doeg! Eerst was het een beetje donker. Ja. Toen gingen ze de streepjes. Toen gingen de regenboog naar de regenboog. En toen zag ik ook disco. Ik kon ook... Ze met grote zus mee, hè? Ja, 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 Lucy, ze waren er wel. Die kan ook niet weg. Ja, ik denk de cirkel online. Nog twee te gaan. Op ja, naar de Saltato! Zilla weer. Dat zo, Zilla? Wat vertelt hoe die was? Er waren allemaal kleurtjes. Was die mooi? Ja. Ja? Ik vind dan wel de circuito en de bombo het leukste. Cool, man. Nou, zo meteen nog twee te gaan, hè? Ja. Het zijn leuk, hè, meisje? Gaan we er nog één doen? Echt waar, joh. Ik heb nog nooit zoveel glijbanen op één dag gedaan. En zo vaak. Stel. Ja? Stel. Deze. Nee, de allerlaatste. Nee, waar we nu in gaan, die was toen geopend met toen ik met papa er vanaf ging. Ja. Deze heeft vier trechters volgens mij. Dus je gaat zo door vier kleinere trechters. Maar je hebt al de allergrootste trechter van de wereld, heb je al gehad. Dus ik vind trechters fijner dan die ene in de nieuwe. Oh ja, met die grote meteen, schaal. Ja, dan ga je meteen in het door. Dat vind ik fijn. Ja. Anders ga je zo vaak ronddraaien. Ja. Heb het gevoel dat je daar niet in komt. Leuke liefie. Ja. Echt zo leuk. Je hebt ook nog nooit zoveel achtbaan op glijbanen gedaan, hè? Nee. En nu ben ik er echt in gekomen. Ze is helemaal into de glijbanen nu. Tot op jou, hoor. Straks droog over glijbaan. Ja, dat bedoel ik. Oké, nu dan gaan we weer. Van de Saltato.
Wow. Hey mama, je hebt nog 3 minuten voor de presto. Mijn make-up is echt helemaal uitgelopen van al dat geglijden gedoe. Ik ga nog 1 keertje van mijn hele stijlen. En dat is de presto. En Luan en Lucilla die vinden deze weer iets te hard gaan. Het is de laatste keer dat ik van de glijbaan ga. Ik ben echt helemaal buiten adem. Alle glijbanen met de kinderen 2 keer gedaan. De bovengeloop met die band. Maar echt zo gaaf. Geen woorden voor. Ik hoop dat het overkomt op de video. Maar zeker echt super vet. Ik ga nou met deze. En ik ga voor jullie de baan filmen. Hallo, hallo, hallo lieve mensen. Ik ben Victor Mits. En ja, wat ben ik klein hè, in het echt. Ja, ik hoor dat jullie denken. Superleuk dat ik hier ben uitgenodigd. En voordat ik jullie ga vertellen wat ik hier precies aan jullie wil vertellen, zou ik eerst even aan iedereen willen vragen, ook achterin, om mij na te doen. Let op. Steek beide handen recht voor je uit. En nee, dit werkt niet met een telefoon in je handen. Het is heel makkelijk. Jullie moeten mij nadoen. Hier gaan we, let op. Stap 1. Ja, duim naar de grond. Heel goed. Voor de volgende stap. Nou zie ik toch de helft met de linkerhand omhoog gaan, jongens. Het gaat nu al mis. Rechterhand boven de linker. Ja. Nu kruis je de handen zo over elkaar. En dan zet je eigenlijk alle vingers in elkaar. Met de duim naar de grond wijzend. Ja. Oké, als je het goed hebt gedaan, zet je linkerduim rechts van je rechterduim. Ja, gaat goed. Ook achterin, hè? Ik hou je allemaal goed in de gaten. Dus iedereen moet meedoen. Vingers met elkaar, duimen naar de grond. Oké, hey, en nu voor de laatste stap. Dat doen we allemaal na. Het is heel makkelijk. 1, 2 en 3. Lukt het niet? Oké, iedereen in de knoop. Je mag de handen weer loslaten. Nou, nou, is dit wat ik zo mooi vind aan mijn vak? Scherm meegenomen en kijk even goed naar een van de 2 schermen. Dan kan je meedoen met het volgende experimentje, zou je kunnen zeggen. Niet overleggen, speel dit voor jezelf. Maar kijk goed, kun jij de fout vinden? Niet overleggen, speel dit voor jezelf. Dit is namelijk een afleidingstest. Waar zit de fout? Oké, dan ga ik het je nu vertellen, lieve mensen. De fout zit hier. Oh, de. 2 keer de fout, ja. Stom, hè? Ja. Echt een mindfuck, letterlijk. Ja. Zag je dat? Nou is het natuurlijk gewoon zo, introduceer ik het ook. Afleiding, hè? Je kijkt naar de een en eigenlijk gebeurt er wat anders. En datzelfde idee kan ik ook gebruiken om de illusie te creëren alsof ik gedachten kan lezen. Ander voorbeeldje waar iedereen hier aan mee kan doen. Let op. 5 speelkaarten. En ik wil iedereen hier uitnodigen om 1 speelkaart in gedachten te nemen. Dus kies er eentje, welke je wil, en onthoud hem goed. Niet hardop zeggen. Oké, onthoud je kaart. Stel je nu voor dat ik nu uit het scherm, ploeps, 1 speelkaart verwijder. Dus we hebben er nog 4 over. En ondanks dat ik jullie allemaal niet ken, heb ik het idee dat ik jouw kaart, die je nu in gedachten hebt, zojuist, heb verwijderd. Hij is weg. Ja, zijn allemaal maak er geen zorgen. Dit is natuurlijk, het wordt zo meteen vanzelf indrukwekkender, maar ik zei het eigenlijk al, het is gewoon afleiding. Je hebt het idee de eerste keer dat jouw kaart weg is, maar eigenlijk is dit aan de hand. Dit zijn de 5 kaarten die ik je in het begin laat zien. Ja. Maar eigenlijk maakt het niks uit of je nou klaverboer of harte vrouw in gedachten neemt. Want de 2e keer laat ik 4 compleet verschillende kaarten zien. Het is, hier vallen kort loods uit. Het is dus gewoon afleiding en dat doe ik natuurlijk als illusionist vaker. Inderdaad, 71.023! Hoe kan dat nou? En dat applaus is inderdaad. Goed, ik ben ook met gezinsuitbreiding begonnen. Oh, ja. Dat is het geheim, hè? Ja,
Ja. Ik snap er niks van. Nee, het is een echte mindfuck, toch? Ja. Je brein tot veel meer in staat dan je denkt. We blijven ons verbaasd. Hey, je brengt een vriend als family man op. Ja, nee, dat gaat zeker goed komen. Jullie ook. Alle van de Wild Waterbaan. Met de boedelkar. Met vier kinderen. Hoppie toppie. Op naar het. Zo, Lexie. Nou. Herkenden we het hier nog, Silla? Jij was heel klein. Nee, Lua, weet jij het nog? Het is heel perfect. Hier heb je allemaal lekkere hapjes, Lexie. Pak maar een bordje. Oh, en pannenkoekjes. Wil jij een pannenkoekje? Yes.
Nee, wil je een... die zijn trouwens ook wel lekker. Die broodjes. Wil je zo'n mosterdbrood? Van die mini-sausijse broodjes. Kijk hier. Kijk, ze hebben allemaal lekkere dingetjes. Okay, nou, Luxie heeft ook een lekker broodje. Ja, je kunt hier jammetjes, Nutella, hagelslagjes. Ja, lekker in. Nutella, ja, maar wat vast maar pakken. Nou, Luan is ook geslaagd, zo te zien. Goed, zo lief. Echt een heel erg leuk glijbaan gebeuren allemaal. We hebben echt, nou, volgens mij nog nooit zoveel glijbaan in één keer gedaan. Nee. Maar zeker een aanrader. Ja, we zeggen Hof van Saxen ontzettend bedankt dat wij mochten komen glijden. Ja, hopen dat jullie hebben meegespattend en genoten. Ja, en een hele grote. Ja, en Silla mag het ook overal vanaf. Dus ja, dat is echt superleuk. Ja, toen het glijuurtje voorbij was, had ik helaas geen tijd meer. Maar ik ben nog wel met Silla van de Wildwater maken. Ja, ze zijn echt super. Een uurtje van tevoren mochten alle genodigden. Mochten al die glijbaan. Dus er waren meerdere mensen die allemaal met hun camera's ook allemaal gingen filmen. Ja, daarvoor was het paarse bandje. En daarna was het ook open voor het publiek. Wij gaan lekker eten. En we hopen dat jullie leuk vonden deze dag met ons mee te spetten. Ja, doe je onder dan de duimpjes omhoog. Nee, niet abonneren. Een belletje. We zien morgen. Ja! Dag van Saxen. Morgen. Tot morgen. Is het alweer zover? Dag van Saxen. Doei.